En ze hebben er ook geen enkel voordeel mee om hun leden, die zij nu meestal en veelal klanten noemen, bewust te maken van de morele logica die dat consumentisme ondersteunt. Zij zullen de massa niet bewust maken. En dat komt omdat ze natuurlijk meegaan met sociale correctie, deze eisen natuurlijk, in het neoliberaal maatschappijbeeld, in het algemeen. De massa kan dus bijna nergens terecht, waar op grotere schaal het consumentisme en de bijbehorende ideologie wordt bestreden. De oude massa-organisaties zoals politieke partijen, vakbonden en zelfs sportclubs zijn eigenlijk zo participanten en medespelers geworden in deze consumptiewereld. En daar tegenover staat het individu alleen. Tegenover een massaal, ideologisch getint mediaapparaat dat alleen belang heeft bij reclame en aanzet tot consumptie en een eensluitende ideologische benadering nastreeft van alle partijen die daar ook belang bij hebben. En dan is de vraag, en daar gaat vanavond over, waar staat de radicale militant of de militant toekoer, of de bewuste mens toekoer, waar staat hij? Of beter accurater, waar staat hij als revolutionair die deze maatschappij afwijst? Wat kan hij of zijn organisatie, als hij daar lid van is, doen? Hij kan zich volledig gaan afzetten van deze consumptiemaatschappij. In het formuleren en aanprijzen van directe doelstellingen op korte termijn kan hij zo agressief tegen die consumptiemaatschappij ingaan dat hij bijna alleen komt te staan. Hij kan blind de maatschappij aanvallen en de massa ongenuanceerd bekritiseren in haar consumentisme. En door dat consumentisme vooropgesteld optimisme. Want het recht, de mogelijkheid tot het consumeren, wordt voorgesteld als een optimistische vooruitgangsbeweging in onze huidige maatschappij. En het brein wil constant bevredigd worden en zoekt altijd naar de weg van die bevrediging en van het optimisme. Dat doet het brein om stress te vermijden op de mens. De mens wil het graag op zijn gemak zijn, het volksmond. Mensen liever op zijn gemak, dat het moe is. Het zijn al die oude spreuken. In feite is dat hier een beetje eigenlijk die woorden spreuken, maar dat komt toch niet. En dat optimisme, dat is trouwens de oorzaak. En dat bijna constant feestvreugde bij de massa. Moet maar even kijken op tv. Het is constant feest. Het moet ook constant feest zijn. Elk praatprogramma is al een politiek praatprogramma. Dus contact, er is geen strijd, er is geen tegenstelling. Er is constant meningsverschil over hoe we gaan feesten. Een praatprogramma draait uit op lachen. Mensen van 30 jaar doen zich voor als pubers van 14. En alles is happy. Je moet ook happy zijn als je naar de winkel gaat, naar de mall. Als je onhappy bent, koopt je niks. Dat is niet goed. Als je eruit straalt op je weer, dat komt over bij de massa, dat is helemaal geen goede reclame. Dus het zal wel ontstaan. Het leven is een spel en door te spelen regelen we de maatschappij. En ons onderwijs staat er boven. Je kunt dat misschien al helemaal bij de kinders. Ik kan zeggen dat in Vlaanderen, zelfs hier op de universiteit, niemand nog goed snapt waar al die iPods vandaan komen. Dat er moet gewerkt worden, dat er iemand zijn nikkel moet aandragen, dat er geld moet zijn, dat de productie moet betaald worden, dat er daar fabrieken aan staan. Niemand staat er al bij stil. Dat is daar, dat is ter beschikking. En je moet dat zo rap mogelijk je toegeven, want dan ben je gelukkig. En de media leiden de dans daarin. En het geloof in de onveilbaarheid van het systeem is nu op dit moment bijna algemeen. Ik denk dat iedereen van ons, als we er al lekker over nadenkt, kijk hoe weinig mensen hier zijn. Als je dat 20, 30 jaar geleden gedaan had, dan vonden we niet binnen, dan was het weer te klein. Nu, niemand weet van dat systeem. Terwijl dat je ziet dat de print nou eens invalt, gelooft niemand dat het werkelijk zo is. Dat is een soort functie. En dat zal wel allemaal in orde komen, wat ik voordien gezegd heb, die morele paradigma. Moet u daar niet mee? Er zijn mensen, instanties. Die dingen reguleren zichzelf.
Het is last weer. Het is er al stormdag al voorbij. Ik moet dat niet aantrekken. Morgen is het weer in de school weer. Het is weer hier. Dus de onveiligheid van dat systeem, dat is bijna ingebakken bij ons, zeker bij onze jongeren. Die leren niet meer dat er een systeem is. Het is omdat er is, bijna goddelijk. En als die revolutionair die zich daartegen verzet, zich volledig distancieert en deze met een roes te vergelijken moedstoestand van de massa niet meer, dan pas dan wacht hem een grotere ontmoeting. Want hij zal zich van die massa en van die individuen vervreemden. Hij zal op een eiland van zelfredzaamheid gaan wonen en alternatieve subgroepen vormen die de massa's negeren. Mensen spelen dan niet om dat te doen. Er bestaan ook wel andere groepjes, denk ik dat dan. Die tendens bestaat nu ook. Ach, we scheuren ons daar maar af, we gaan maar een pak van even. We kraken een huis, we richten een groepje op, een cult, we doen dat apart. Dat kun je natuurlijk doen, maar het resultaat zal hetzelfde zijn als negatie. Jij zult genegeerd worden door de massa en door de individu. En de revolutionair, of diegene die politiek iets wil veranderen, zal zichzelf op deze manier uitschakelen en eigenlijk nutteloos worden als systeemcriticus en als aanbrenger van alternatieve ideeën. Omdat je al zegt, ach, dat groepje dat daar apart wordt in dat huis, die daar en dat zeggen en daar en dat doen, oh, zijn van die rare gasten. Het is best plezant, sommigen, maar bijvoorbeeld in de tijd van de hippies, uitlopen van 68, partneren, samenleving, communes, waren heel dan de mensen die dat wel leuk vonden, maar wilden dat bijna niemand toe zeker planten. Dus op dat moment isoleert je gewoon weg van die massa, of zelf van individuen. Want zoals ik zeg, de mens, het brein, dat zijn een paar dingen die dus onveranderlijk zijn. En dat is bijvoorbeeld het verlangen naar het voortplanten en dat dan samen met de partner binden. En als je zegt van, ach ja, weet je wat, we hebben geen ene partner nodig, we hebben de commune. Maar dat wil iedereen doen. Ik kan je verzekeren, ik kan je nog verzekeren uit eerste hand. Niet van iemand die dat theoretisch een keer geleerd heeft in het boekje. Dat werkt niet. Of het bleef niet werkt. Het is plezant. Sorry. Het is niet zo lijkt. En dat is het rustig van het model. Hij kan dus ook blind de maatschappij gaan aanvallen en de massa ongenuanceerd bekritiseren in de conservatisme. Maar dat gaat dus ook hetzelfde als de rest. Dus niks uit dat als je heel tijd van zeggen. Zeg je natuurlijk niet tegen een arbeider, een ingenieur, om die arbeider te doen. En zeg tegen hem, ja jong, je moet toch geen BMW komen. Dan zeggen we, dat doe je niet. Ik heb de hele wereld van de kloon, die arbeider, je kunt dat niet kopen. Nee. Ja, dat we toen dat dan eerst een bakje gaan sturen, dat je in de fabriek gaat komen, hij verdient 10 keer minder dan jij, dan zijn ze gelukkig als te komen. Vanaf de volgende stap ik ook. Ik moet dat ook niet bewezen, ik heb er elke keer een aflevering in de krant. Het zijn allemaal stellingen, dat die uit de lucht grijpt, neem gewoon je krant, analyseer dat. Wat hebben de mensen natuurlijk verleerd, dat zijn al die kleine snippertjes die wel nog een stuk waarheid onthouden, of waar waarheid in zit, maar die niet meer aan elkaar gaan plakken, hè, maar zich te laten verleiden door de vaagheid ervan. Maar als je wilt, en als revolutionair militant, zult je dat niet alleen willen, maar zult je dat moeten doen, dus constant die analyse bij jezelf maken. En als je die analyse niet bij jezelf maakt constant, dan ben jij de eerste die ontgoocheld is. En dat is ook een stuk van de bedoeling. Ontgoocheld een individu, zodat een individu zeker geen invloed meer krijgt op de massa. Laat niemand in de kerk die bloedt. Dat zijn oude gezins, maar dat doet dat juist dan. Want iemand die in de kerk komt en vloekt, stoort het feestje van de kerk. Laat ook niemand je kind in een partner uit café, laat niemand je kind lopen, dan stoort dat feestje toch. Dat individu mag geen stokken in de wind steken. Dus, als we dat individu kan destabiliseren doordat hij zelf nooit geen analyse maakt, en ik weet in de Vlaamse beweging is dat dus enorm sterk in,
Ze zijn sterk en nooit geen analyses maken, dus doordat ze niet weten in wie ze werken. Ze denken dat ze tegen haar is een België werkt, maar ze weten goed wie dat is. Ze denken dat ze tegen migranten vechten en dat ze de hulp gaan krijgen van de idee die hun binnengebracht hebben. En dat komt omdat ze geen analyse maken. Zo simpel. Het is een feit dat je die twee opties neemt, ofwel constant en hard bekritiseren van die consumptiemaatschappij die een individu of massa, of je aan de kant gaat zetten en zeggen, ja, ik kan alternatief doen dat niet meer, dus ik heb hier achter, kraken in huis, of ik wil nooit met iemand gaan spreken, ik word rottig, ik kom alleen op s'nachts buiten. Resultaat, als maatschappijcriticus, nul. Je kunt je natuurlijk doorlopen en iedereen kijkt naar u en dat is een kans wat er nog gebeurt. Daarom is het zo dat een revolutionair die wil opereren en goed opereren in de consumptiemaatschappij, waar het onze verplicht is om die massa tegemoet te komen en te vertrekken van het feit en van de analyse dat die massa verslaafd is. En onder de fundamentele morele druk staat om die verslaving ook aan te houden. Zo moet je de massa zien. We zijn niet de man met het vingertje en die zegt, wat is die massa zo groot, ze zijn dan nu verslaafd. Nee, je weet dat die verslaafd is, dat er een enorme morele druk is, zoals bij alle verslaving, om dat zo te houden. Heel die bovenbouw van dat systeem zal er ook voor zorgen dat het zo blijft. Dat is alle belangrijkste. Zijn taak, de taak van de revolutionaire organisatie van een individu, bestaat hierin dat hij zich juist moet voorbereiden op het ogenblik in de geschiedenis dat die verslaafde massa juist een tekort aan roestmiddelen krijgt. Dat die massa wordt afgesneden van wat zij als haar vrijheid en haar luxe. Namelijk, dat is dus een enorme paradox, het recht en de mogelijkheid op consumptie. Ik weet niet of iedereen een beetje kan volgen tot die toe. Ik kon er nog niet naar de Pijlhandels te vragen zijn. En de economische crisis zal daarbij als katalysator werken. De noodzaak van het transnationaal kapitaal om producten uit te voeren en zo te concurreren, om haar winsten te vergroten op de wereldmarkt, want nog een van die dingen die men hier denkt, ik zal het Westen noemen dat het gemakkelijk is, is dat wij dus de nadel van de wereld zijn. Dat is wel een keer zo geweest in 1617, 1800, dus 1900, omdat we dan iedereen plat gebombardeerd hebben. Maar dat is al lang voorbij. Wij zijn hier helemaal niet meer de nadel van de wereld. Wij zijn daar niet het staartje aan het worden, maar we zijn daar nog dik aan het achterop gegaan. We hebben dus geen uitbreidingen meer van inkomsten voor de kapitalisten. Als je nu wil meetellen in een kapitalistische omgeving, moet je transnationaal handelen. België is veel te klein, waarom is er ook de Europese Unie doen nu? Omdat dat democratisch is, omdat dat weer leuk is? Nee, het is een uitbreiding van je consumptie, verkoopcapaciteit. Daar moet het mee komen. Die transnationale elite die zich uit die nationale staat heeft losgerukt en nu bijvoorbeeld in Europa zit samen te houden, is er alleen maar omdat ze om echt grote winsten te maken bij de 500 of 1000 grootste bedrijven van de wereld te horen, dat je over heel de wereld kunt je producten uitvoeren. Maar dat, en dat is weer een paradox, zal ertoe leiden dat de consumptie of de consumptiekracht binnen die nationale staten of binnen dat Europa, om het alleen maar daarover te gaan, gaat krimpen. Zelfs in die mate dat primaire consumptie, voedsel, gezondheidszorg, huur, scholing, onder druk zal komen te staan. Dat staat nu al de grootste onder druk. Wordt gezegd dat er zo'n 15, 16, 17% mensen onder de armoedegrens leven. Maar daarnaast zijn er nog een klein miljoen die eigenlijk een pensioenschade die tot aan 1000 euro komt.